Oh, en Don gaat evolueren, jongens. Lekker. Nintendo fans en yo, Rikachu Army, wil je ook bij de Rikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. En dan ga ik verder met deze Fire Type Only Challenge. Ik heb toch al wat commentaar gekregen dat Wilbo een meisje is. En ik snap het, ik was zo enthousiast. Er kwam een Growlithe in beeld, ik ving hem, ik was super blij, maar ja... Weet je wat jongens, ik ga wel gewoon een nieuwe Wilbo vangen. We gaan even terug naar route 3. Wilbo, vandaag is de dag en je wordt een mannetje. Oké, als het goed is, moeten we hier ergens een nieuwe Wilbo kunnen vinden, jongens. Wilbo! Yo, Wilbo! Ben jij mannetjes Wilbo? Of niet? Sommigen van jullie vinden trouwens dat Growlithe Linktijger moest zijn. Ik snap dat natuurlijk, want hij heeft een tijgerprint. Maar uiteindelijk is het geen tijger. En dit is ook een vrouwtje. Potverdorie. Wilbo, kom eens hier. Ben jij een mannetje? Ja, kijk, dit is een mannetjes Wilbo. Laten we hem even bijten. Hoppakee. Onze toekomstige Wilbo doet leer. Ik ga nu een pokebal gooien. Weet je, zal ik dan ook geen hielbal meer gooien? Ik gooi gewoon een great ball. Wilbo, je mag in een great ball komen, man. Is beter, toch? Is beter. 1 en 2 en 3. Ja hoor, dit wordt hem. Dit wordt hem. We hebben een nieuwe Wilbo, dames en heren. Would you like to give Growlithe a nickname? Ja! Daar is die! Wilbo! Stiekem was de eerste Wilbo gewoon een ditto. Die dacht dat die Wilbo was. Dan ga ik die andere Wilbo natuurlijk vrijlaten. Ik bedoel, ik ga niet zomaar twee Wilbo's houden. Die ene die mag zijn vrijheid weer terugkrijgen. Daarvoor moeten we even naar de box toe. Check boxes. En dan kunnen we de eerste Wilbo releasen. Yes. Oké, Wilbo, later. Zo, nu hebben we gewoon 3 mannen in ons team. De volgende keer als we een vrouwtje vangen, dan moeten we gewoon even een vrouw YouTuber in ons team doen. Dan moet ik even beter naar kijken. Ik moet even beter beetje beter opletten. Oké, we zijn weer terug op route 4. En hier moeten we wel even iedereen gaan trainen, jongens. Hallo, meneertje. Zei die nou dat die heeft zitten vissen? Oh, nee. Dan hebben we een probleem. Oh, nee, nee, kijk. Een Meowth, die haal je niet uit het water. Ik dacht even dat die een waterpokémon zou hebben. Maar, nee, oké. We hebben alleen Ember. Oh, nee, we hebben die betere aanval nog niet. Flamewheel, volgens mij heette die. Maar, oké, we zijn wel super effective op Meowth, dus dat is super nice. Meowth doet een scratchy. Kijk, maar die Meowth is 3 levels hoger dan Wilbo. Dus Wilbo, hier ga je wat XP's krijgen, jongen. Lekker, man. Hoppakeetje. Op zijn bakkes. Lekker, Wilbo. Doe je goed, jongen. Ik ben nu al trots op mijn nieuwe Wilbo. De tweede Pokémon is Seedot. Seedot moeten we als goed is ook wel kunnen hebben, denk ik. Ja, kijk, dit gaat lekker. Dit is gelijk goed voor de XP'tjes, jongens. Heerlijk. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Geen rollout. Rollout, jongen. Dat is zo'n supergoeie aanval. Ik had ooit een keer een Miltank in mijn playthrough. Die kon rollout, jongen. En die sloopte iedereen. Die maakte iedereen kapot. Dat was zo lekker. Maar goed, gelukkig. Hij kan maar 1 keer rollout doen. Je hebt nog een Pokémon. Je hebt ook nog een Butterfree. Wat heb jij veel Pokémon, vriend? Butterfree is zelfs level 15. Oké. Hopelijk overleven we alles van deze Butterfree. Nee, hij doet supersonic. Dat vind ik niet cool. Nu zijn we confused. Dat is niet chill. Maar we gebruiken wel Ember. Ik durf alleen geen tweede aanval te gaan doen, jongens. Dus ik ga even switchen. Wilbo's broeder Ronald mag alsnog gaan helpen. Yo, Ronald! En dan doet Butterfree Confusion. Nou, die kunnen we wel hebben. Ronald, die kent in ieder geval wel al Flame Charge. Dus dat is lekker. En daarmee gaan we Butterfree wel slopen. Oké. We hadden best wel geluk in deze fight. Allemaal Pokémon waarbij Fire-type moves gewoon super effective zijn. Dus dat is helemaal top. Ronald en Wilbo gaan beide een leveltje omhoog. En Wilbo wil nu wel Flame Wheel leren. Kijk, dat is lekker. Dan kan leer weg. Yes, en kennen we Flame Wheel. Ja, daar in de verte zie je de Grass Gym. En ik ga nu natuurlijk keihard trainen om gewoon keihard door die Grass Gym heen te walsen. Als het goed is, moet deze gym nog niet echt een heel groot probleem zijn. De eerste gym is wel goed te doen, maar ik hou echt mijn hart vast voor de tweede gym, jongens. We hebben wel echt alle XP nodig die we kunnen pakken, dus we gaan ook met dit blije mannetje lekker battelen. De vuur brandt in mijn ogen, jongen. Rick, het is het vuur. Oké, level 15 Pikachu. Dat wordt denk ik al een grotere uitdaging voor Wilbo. Kijk, Pikachu is sowieso lekker snel. Die doet Electro Ball. En dat gaat sowieso pijn doen, jongen. Dankjewel, vriend. Kan je even wat rustiger aandoen, alsjeblieft, Pikachu? Oh, nee. Nu zijn we ook nog paralyzed. Pikachu doet Quick Attack. Als wij niet paralyzed zijn, kunnen we Pikachu alsnog slopen. Kom maar op, Wilbo. Je kan dit. Je kan... Oh, nee. Hij houdt 1 HP over. Dan moet ik alsnog weer gaan wisselen. Dan ga ik nu even lekker wisselen naar Don. Kijken of Don ook wat kan, jongens. Don, pak hem.
Ik vraag me serieus of Don blij is dat ik hem deze Pokémon heb gegeven. Maar eindstand, je kan zeggen wat je wil, maar dit is eigenlijk echt een supergoeie Pokémon. Ah nee, Don is ook paralyzed nu. Pikachu, hou eens eventjes op, man. Ik vind het niet tof dat je dit allemaal doet, jongen. Deze battle had al lang voorbij moeten zijn. Lekker Don, smack down. Smack die Pikachu. Lekker gedaan, vriend. En Don gaat daardoor gewoon keihard naar level 17. Oké, laten we op zoek gaan naar nog meer Pokémon trainers. Die Diglett hier, die moeten we in ieder geval even niet gaan battelen. Want dan hebben we wel een aardig probleempie. We moeten niet tegen grondtype Pokémon gaan battelen, jongens. Die moeten we zoveel mogelijk proberen te ontlopen. En dit kind heeft een Milkery. Ja, ik vecht nu even met Wilbo, omdat hij gewoon even snel een hoger leveltje moet gaan worden. Volgens mij kan Bite super effective zijn. Nee, helaas. Ik denk weer precies andersom. Het is juist not very effective. Dat heb ik wel vaker. Dan denk ik, daar was iets mee. Is dat was toch super effective? En dan eindstand, dan is het juist niet super effective. Oké, Draining Kiss. Dat is een hele fijne move. Maar ook die is not very effective. Dus daar ben ik blij mee. Hopelijk gaan we Milkery nu even slopen. Kom op, Wilbo. Met je Flame Wheel. Dit kan je, dit kan je. Ik heb vertrouwen in. Weer 1 HP over. Lekker dit, zeg. Oh, man. Met de level 16 Wilbo hadden we het wel gered, jongens. Maar ja. Oké, dat was een beetje krom. Wilbo is nou eenmaal geen meisje. Als het goed is, ligt hier ergens nog een item pie. Ja, zie je, daar ligt nog een... Hier ligt een item pie. Een energy root. En hier ligt nog een item pie. Silver powder. Wat doet energy root ook alweer? Oh, dat restort 120 HP. Heb ik al iets wat ik aan Wilbo kan geven? Nee, helaas. Dat heb ik nog niet. Pas op voor de Diglett. Dan stond volgens mij hier ook nog een trainertje ergens. Ja, zie je? Hier zo. En daarboven lopen er ook nog twee. Dit is Bradley. En Bradley heeft een Electroid. Die lopen hier ook in het wild rond. Die zijn soms best wel vervelend. Hij begint met een Quick Attack. En ik begin natuurlijk met Flame Wheel. Ik gebruik eigenlijk alleen maar Flame Wheel, want dat is nu veruit mijn sterkste aanval. Ah, ik heb net niet de helft down. Dus straks houdt die Electroid ook echt letterlijk weer 1 HP over. Of nou ja, letterlijk 2 HP denk ik dan. Of gaan we een... Nou, zie je weer? Wat is dit nou? Godverdorie. Oké, hij gebruikt de potion. Helemaal prima. Krijgt hij 20 HP erbij. En dan houdt hij waarschijnlijk weer 1 HP over. Kijken. Gaat het weer... Oh. Ah, maar nu zijn we wel sneller. Dat is chill. Oké, dikke doei. En hiermee gaat Wilbo alvast naar level 14. Hij gaat goed op zijn attack en zijn special attack. Zijn defense is het minste. Dat dacht ik al, ja. Dat gevoel had ik al. Low-tide is water en gras. Dus fire-type moves zijn niet super effective, maar zijn ook niet not very effective. Dus die kan ik gewoon gebruiken. Alleen zijn moves, als hij water moves gaat gebruiken, dan word ik wel een beetje bang. Misschien moet ik het beste gewoon double kick even gebruiken. We zijn natuurlijk lekker snel. We hebben hoge attack. Oh, kijk. Geen probleem. Lekker reboot. Lekker Ronald. Doe je goed. En dat was Bradley. Oké, en door naar de volgende. Hier loopt nog een trainstertje. Een heel klein trainstertje. Pokekid Mia. En uiteraard, ja, Mia heeft een Eevee. We kunnen natuurlijk er ook voor kiezen om een Eevee te vangen. Dat kan volgens mij hier. Op deze plek kan je een Eevee vangen. En die zouden we natuurlijk in Flareon kunnen veranderen. Dat is ook nog een optie. Ik kan op zoek gaan naar een Eevee natuurlijk. Maar ik denk dat dat best wel lang kan duren, want er spawnen niet heel veel Eevees hier. Daar moet je echt een beetje geluk voor hebben. Flame Wheel! Bam! Eevee doet tackle. Oh, moet je zien hoeveel pijn dat doet, joh. Oh, mijn defense is echt niet best met Wilbo. Dat is echt wel jammer. Maar we verslaan Eevee gelukkig wel gewoon. En ik denk dat we best wel wat XP's krijgen. 208 XP voor Wilbo. Nice. Daar loopt een jampertje. Oh, en hier is inderdaad nog een trainstertje. Trainertje, denk ik. Ik denk dat dit een jongetje is. Pokekid Rice. Die heeft een Joltik. En dan ben ik benieuwd of we een beetje goed genoeg level zijn voor de gym straks, jongens. Joltik doet Bug Bite. Is natuurlijk niet erg effectief. Dan doe ik Flame Wheel. En dat gaat hem wel pijn doen. Hoppakee. Lekker hoor. Arme Joltik. Ik vind Joltik wel een heel schattige kleine Pokémon. Ik heb wel een beetje medelijden met die Joltik. En de volgende is een Grubbin. Dat moet eigenlijk ook geen enkel probleem zijn. En dat is geen enkel probleem. Dit is gewoon een lekker gratis XP voor Wilbo. En dat kan hij goed gebruiken. Pakken we even de TM op. Pin Missile. Dat is voor een Bug-type Pokémon. Ik zou eens kunnen proberen om te kijken of hier een Eevee'tje spant bij de uitroeptekens. Nee, het is een Wooloo. Flame Wheel. Op die Wooloo. Ja, Wooloo heeft wel een vrij aardige defense. Dat is altijd al zo geweest. Maar ik denk dat we niet al te veel problemen gaan hebben met deze Wooloo. We burden hem ook nog even. En dan is het nu wel klaar. Hoppakee. Op zijn bakkeroni. Hoppakeetje. 390 XP? Wat? Zoveel voor een Wooloo? Lekker man. Wilbo en Don, allebei een leveltje omhoog. Oh, en Don gaat evolueren, jongens. Lekker. Kijk, dit zien we natuurlijk graag. Die evoluties. Ja, ik vind dit echt een basis Pokémon. Gewoon een mijnkarretje. Ik vind het echt heel nice. Don evolueert in Karkol. Oeh, en zo te zien wil hij een nieuwe aanval leren. Ja,
ook Flame Charge. Oh nee, die andere was Flame Wheel, hè. In ieder geval zijn eerste Fire-type move. Maar ja, we waren natuurlijk op zoek naar een Eevee'tje. Maar die gaan we denk ik toch niet vinden. Volgens mij moet die gewoon spawnen in de overworld. Ja, het maakt niet uit. Dan gaan we gewoon door met deze drie Pokémon. Ik denk dat het goed is om gewoon lekker door te gaan. En te gaan kijken of we zo langzamerhand die eerste badge kunnen gaan pakken. Yo, en daar is de gymleader natuurlijk van de allereerste gym. Ik ben onderweg naar jou, vriend. Ik ga jou straks verslaan. En uiteraard staat Hop hier ook alweer te wachten. Hij zegt, dat is het Turnfield Stadium. Ja, jongen, daar gaan we naartoe. Wij gaan Milo verslaan. Oh, wauw. We hebben opeens geen pet meer op als we de gymmissie gaan doen. Oh, kijk ons kapsel. Yo, daar zijn we. We mogen de Wooloos weer gaan verdrijven naar het verdrijvingsvlak. Ja, kijk ons kapsel. Misschien wil ik toch maar een ander kapsel, jongens. Dat is niet te doen. Oké, let's go. Dit vond ik altijd wel een leuke missie, hoor. Een leuke gym challenge missie. Lekker die Wooloos een beetje daar naartoe brengen. Kijk, daar rollen ze al helemaal lekker naar het vlakje toe. Nou, deze allemaal nog. Hoppakee. Maar nu begint de echte gym challenge. Ja, ik denk niet dat ik heel erg bang hoef te zijn, toch, voor deze challenge. De Jempertje loopt daar een beetje in de weg. Maar we kunnen de Wooloos daar allemaal opgooien. Moeten we alleen... Oh, hallo. Hallo, hallo, waar gaan jullie naartoe, vrienden? Ga eens gewoon even op het vlakkie. We waren er toch al? Kijk, dat bedoel ik. Enige waar ik wel heel benieuwd naar ben, is welk level de Pokémon zijn van deze trainers. Oké, level 15, dat ben ik. Gossifleur is level 16. Als wij gewoon sneller zijn, dan moet het prima te doen zijn, toch? Ja, oké, maar we hebben wel twee klappies nodig. Gossifleur doet Rapid Spin. En daarmee wordt hij ook sneller. Ja, dit is niet zo leuk. Zou Gossifleur nu sneller zijn? Oh nee, we zijn nog steeds sneller dan Gossifleur. Alright, oké. Level 16 Pokémonnetje genapt, jongen. Hoppa. Kijk, en Ronald gaat een leveltje omhoog. Oh, Wilbo nog niet trouwens. En ja, dat was het samen wel. Oké, later. Doei. Even kijken hoor. Jumper die loopt in de midden. Dan mogen wij lekker hier naartoe. Yes. Dan kunnen we zo nog even trainen tegen een trainer. Mijn volgende slachtoffer is Mark. En trouwens jongens, de vraag van de dag, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar wat is volgens jullie de allerbeste vuur-Pokémon? Is dat Charizard? Of is dat toch een andere vuur-Pokémon? Bestaan er betere vuur-Pokémon dan Charizard? Ik denk het wel, maar ik laat jullie er even lekker over nadenken. Gooi het hieronder in de comments jongens. Ondertussen slopen wij deze Bidoo. Bidoo is beter dan Bidoo. Hoppakee, Wilbo, leveltje omhoog. Zijn defense is nog maar 20. Dat is echt best wel laag, Wilbo. Nu krijg je te maken met Oddish. Ik had dat vroeger echt altijd zwak voor Oddish. Ik vond het echt zo'n leuke Pokémon. Ik zeg het wel vaker dat een Pokémon mijn favoriete Pokémon uit de eerste generatie is. Maar Oddish was toch echt wel een van mijn favorieten. Ik vond Fireplume ook best wel leuk. Ondertussen zijn we lekker Paralyzed. Bedankt daarvoor, vriend. Moest het nou? Was het nou nodig? Dan moet ik weer een Paralyzed Heal gaan gebruiken. Kom op, man. Ik loop hier in een grasgym, niet in een elektrische gym. Come on. Lekker Wilbo. Gewoon niks aantrekken van die Paralyzation. Gewoon even deze Oddish slopen. En door met mijn Wooloos. Heb ik Paralyzed Heals? Ja, ik heb er 3. Laat ik er maar gewoon gelijk even eentje gebruiken dan. Wooloo Nation! En dan is het volgens mij de laatste trainer. Ja, gras. Hier had ik me niet zoveel zorgen over gemaakt. Zelfs met mijn slapste Pokémon tot nu toe gaat dit eigenlijk best wel goed. Maar nogmaals, de volgende gym. Dat wordt echt andere koek. Let's go Wilbo! Hoppakee, doei Bounsweet. Gewoon weer even in één keer gefixt die handel. Ook zij heeft een Oddish te pakken. En ook die krijgt te maken met mijn vlammenwiel. Oh, hij doet acid? Nee, poison me niet alsjeblieft. Dankjewel, gelukkig, ik ben niet gepoisoned. Hoppakee. En dit gaat wel lekker veel XP worden, toch? 230, nja. Wooloos geven nog steeds meer XP. Een team vol met Wooloos, jongen. Je bent onverslaanbaar. Nou, later Wooloetjes. Nou wel even in je stal blijven, hè. We geven Wilbo nog even wat potions. En dan zijn we er eindelijk klaar voor om onze allereerste gym badge te gaan halen. Daar staan we voor de opening van het grasstadion. Maar die badge gaan we samen met Ronald, Wilbo en Don proberen te halen in de volgende aflevering. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer dan ook zeker even op dit kanaal. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickettune. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!